Met het doel de bewustwording van het belang van de bijdrage van bijen te vergroten, heeft de Verenigde Naties 20 mei uitgeroepen tot World Bee Day. Bijen dragen bij aan duurzame ontwikkelingen en worden toch met bedreigingen geconfronteerd. In de beleidsnota van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij staat dat ze naast het zorg dragen voor het beleid ook verantwoordelijk is voor de bijenteelt. De afdeling bijenteelt valt onder het onderdirectoraat Landbouw en is gehuisvest in het district Koroni. Jaarlijks wordt door deze afdeling trainingen verzorgd om zodoende de honingproductie te stimuleren. In Suriname zijn er 40 imkers actief. Desondanks is de productie van honing nog niet voldoende voor de lokale markt. In het kader van Wereldbijendag vandaag heeft Clevia Park gisteren bijen en honing als thema geïntegreerd in haar reguliere activiteiten. Clevia Park houdt zich ook bezig met het promoten van haar eigen honingsoorten. Clevia's finest honing en wel honing van bosbloemen Miraudu en Parwa. De waarnemend directeur van LVV, Deepak Jairam, was ook te gast tijdens dit evenement. Het ministerie van LVV stelt volgens hem elke ondersteuning door particulieren die kan leiden tot de verdere ontwikkeling van de agrarische sector bijzonder op prijs.